What's up guys, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering op mijn kanaal van Far Cry 5. Inmiddels alweer aflevering 31. We spelen op de PlayStation 4 Pro in 4K resolutie. Super prachtig, 2160p. Sinds kort is deze optie ook beschikbaar op mijn video's. Dus mocht je nieuw zijn, ingetuned zijn, het nog niet weten, nog niet geüpdate zijn, we hebben de best mogelijke kwaliteit op YouTube op dit moment. Dus maak daar gebruik van als dat kan. Dat gezegd hebbende, aflevering 31. Ik heb jullie de vorige aflevering, die moet je wel gezien hebben om te snappen wat we gaan doen trouwens. Daar heb ik jullie in uitgelegd wat we precies gaan doen. We gaan starten bij een van de allerlaatste optionele missies van Hambane River. Het is namelijk de Judge Puma, dus we hebben de Judge Eland al gehad, we hebben de Judge Beer gehad. Het zijn beesten simpelweg compleet gemuteerd door de Bliss, van de secte. En zo hebben we dus al één compleet geschifte eland gekild, één beer en nu een puma. Alleen een puma is ook nog eens razendsnel. Dus en gevaarlijk en snel en nu een soort van gemuteerd en gek geworden in zijn hoofd door de hoeveelheid drugs. Sterker nog, als je bij deze puma in de buurt komt, alleen al in de buurt komen, is genoeg om jou compleet te laten hallucineren en te trippen. Hier ergens zou het moeten zijn, jongens. Is het echt heel slim wat ik doe. Want ik doe hem gewoon schade. Hé, een kalkoenen! En gewoon vanuit een helikopter. What the hell? Kijk hem staan. Het is allemaal fake en dan komt hij. Hij is neer. Zo, to be very honest, was dit wel echt een enorme pussy manier. Hier ligt hij. Ja, ik ga er ook niet al te lang een ding van maken. Dit was gewoon een van de judge beesten. Arme beesten kunnen er zelf ook niks aan doen, maar ik heb hem echt op een hele slimme wijze gekild met een helikopter. En nogmaals, ik ga er niet al te lang een punt van maken. We gaan gewoon verder. We gaan ons avontuur vervolgen. Deze is afgerond. Prachtig gebied wel. Laten we een markering neerzetten op het eerstvolgende wat we gaan doen in dit gebied. En dat is... helemaal naar deze kant. Ik hoop dat jullie in ieder geval zin gaan hebben in mijn aflevering. Ervan gaan genieten. Dat laten zien door de support te showen. Met een like op deze aflevering. Zou ik fantastisch vinden. En dan gaan we zo snel mogelijk naar mijn nieuwe markering. Let's go. Ja, ja. Ik heb nog een shrine gevonden onderweg. Ik zag hem op afstand. Sterf. Er zijn er nog maar twee, dus stop. Ik kwam bijna aan op locatie. Wat is het weer prachtig en wat zijn de graphics ook gewoon bizar, zeg. De lichtval hebben ze zo goed gedaan. Echt jongen, dat zou echt een droom van mij zijn als Far Cry fanaat. Dus als echte Far Cry liefhebber, fan van de franchise, zou ik met deze belichting, deze engine, dus de kracht die de engine nu heeft in deze next gen era, zeg maar, zou ik Far Cry 2 willen zien.
Dus Far Cry 2 geremaked voor next gen consoles. Het liefst nog bij een PlayStation 5 release. Dus dat het een remaster wordt voor PlayStation 5. Dat zou helemaal mijn ultieme droom zijn. Hey jongens, allemaal in de Den community komen. Pop-up in beeld nu. Kleine shout-out. Maar dat ik gewoon dus in de graphics van nu en de engine van nu Far Cry 2 opnieuw mag beleven. Dat zou ik zo fantastisch vinden. Een beetje lastig om hier degelijk te landen, heb ik het idee. Waar het niet zo stijl is, is hier. Oh, hij doet weer hetzelfde. Hij doet weer hetzelfde als laatst. En dan opeens valt hij. Een rare glitch is dat, joh. Yo, beast. Doe maar heel interessant. Laat maar zien dat jij de baas bent. Lekker bezig, Peach. Lekker bezig, man. Nee, supermooi piek. We zijn erop aangekomen. Het is als het goed is nog ochtend, hè. Want we zijn deze part begonnen. In Denzel is een event gaande. Ik had het gezien, man. Kijk maar, als je op start klikt. Een heel groot event. Well done, staat er. Ik weet alleen niet wat er gebeurt als je erop klikt. Live events, persoonlijke voortgang. Live events zijn momenteel niet beschikbaar. Wauw, wordt ververst over 2 minuten. Je what, mate? Persoonlijke voortgang, community voortgang. Het zal wel. Ik heb hem nu 2 keer geprobeerd te refreshen. Live events zijn niet beschikbaar op het moment dat ik dit opneem. Het is woensdagmiddag rond 1:00 of 6:00 s'avonds. Ik kan nog even zijn berichtje snel bekijken wat hij erbij zei. Misschien kun je voor die beloningen gaan. Nou, ik zie helemaal niks. Dat moet ik dan de volgende opname doen. Want ik moet straks naar mijn werk na het opnemen van deze aflevering. Hoppa, dus dat zou ik dan in een van de volgende afleveringen moeten doen. Vet hoor, het beklimmen van deze. Dit is nou een vette preppervoorraad. Beklim Raptor Peak. Dit is echt interessant. Puur natuur, je hoort beesten op de achtergrond, wind ruist om je heen. Die gekke eagle gaat sowieso boos zijn en me aanvallen. Kom maar. Zie je? Motherfucker, flikker op. Vet hoor, beetje Far Cry 4 gevoel nu. Zo. Dat een beetje krioelen als een engert. Klote vogel. Sterf joh. Pak je vast! Nee? Gevaarlijk. Zo. Gamepie wel hoor, als je het zo ziet. Ja man, hoop kantie. Ze hebben een prachtig spel gemaakt. Echt prachtig spel. Ik zie alleen zoveel verbeterpunten ten opzichte van de oude games. Dat is toch wel bizar dat een game van 10 jaar terug zoveel meer bevat dan de releases van nu. Natuurlijk, ik snap waar Ubisoft op uit is, hè. Het totaalplaatje van deze game klopt veel meer. Hun uitgangspunt en verkopen zullen nu op basis van het totaalplaatje zijn. Waar ze 10 jaar geleden tijdens game development en game design nog vooral de focus lagen op hoe echt een game was en hoe de physics werkte. En daar lag meer een focus op dan graphics en
hoeveel mensen het zouden kopen. Far Cry 2 is ook gemaakt met de intentie om net als Crysis te tippen aan de hoeveelheid detail. Ja, dat zat ook verdomd hard verwerkt in Far Cry 2, want er zat echt detail in als een gekje. Het was eigenlijk een Crysis variant van Ubisoft, zo kun je het zien. Vogel, what the hell you doing, man? Als je wilt vliegen, moet je dat niet doen. Oh, fuck. What's up met al deze vogels? Hey! Ik probeerde jullie te helpen, what the hell? Hey, 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 mijn gun. Opeens beginnen ze gewoon cool te doen. Ik probeerde ze te helpen en op die vogels te schieten. In plaats daarvan raakt één bullet. Raakt dat wijf. En ze gaat helemaal zo doen. Nou, het is behaald. Maar wat een ongelofelijke uitkomst nou weer. Dat die twee onschuldige burgers die bij het verzet horen mij gaan aanvallen. Ja, dan snap ik wel dat Joseph Seed een secte opbouwt. Wanneer de normale burger die niet bij de secte zit, zich zo retarded gedraagt. Echt debiel. Daar kan ik echt slecht tegen. Probeer ze te redden, gaan ze een beetje op me lopen schieten. Nou, hoogste punt in de game. Gok ik zomaar. En hebben we er ook iets aan? Precies, helemaal niks. Oké, ik krijg een comment van een hele bekende sub, Just Jelle. Op de achtergrond, ik zit dit op te nemen, pop-up verschijnt in mijn scherm. En die comment die triggert me zo hard dat ik het gewoon in deze aflevering wil benoemen. En ik hoop dus voor hem dat het een grapje is of een troll. Maar hij zegt, waar zijn de dagelijkse 5 uploads gebleven? Oh my god. Het is toch ongelooflijk. Ik krijg het dus nu voor elkaar om in 4K resolutie 3 uploads op één dag te hebben. En deze man zegt, waar zijn je 5 uploads? Ah, ik hoop zo voor hem dat het een grap is. Anders zal ik hem nooit meer in mijn leven serieus kunnen nemen. Volgens mij hebben we alles gedaan in de MA River. Op prepper voorraden, of course, en nog een paar shrines na. Het gaat om 2 shrines en nog wat prepper voorraden, waardoor we dus 35 van 43 missies hebben gedaan en 14 van 16 sect-eigendommen. Helemaal prima. Hou ik over voor streams. Hetzelfde geldt voor de magazines, de aanstekers, dat soort shizzle. Dus het eerstvolgende wat we zullen doen is een Clutch Nixon hier en een story mission hier. Dus op naar Clutch Nixon. Dat gaan we doen vanaf dit punt. Op de Dropman Jachthaven. Tot zo. Zo, aangekomen bij deze haven. Het kleine haventje van Adelaide. De rare slet van Hope County. Wat een wijfje is dat, jongens. Pak ik eventjes snel een jetski. En met de jetski volle kracht vooruit. Even kijken, niks vrijgespeeld nog. Nope. Volle kracht vooruit. Naar precies dat plekje. Hey, ik sta er bovenop, nice. Ik weet niet waarom een markering is weggegaan. Maar we moeten daar zijn in ieder geval. Zie je, die Clutch Nixon, 410 meter afstand. Arrestatieteam in aantocht. Ja, ja, we gaan voor het allereerst dit gebied in namelijk. Hier, daar is hij. Ja, heel benieuwd naar deze missie. Whitetail Mountains, we zijn daadwerkelijk nu in het noorden, jongens. Het meest noordelijke gebergte, het gebied van Jacob. Elk moment kan zijn arrestatieteam eraan komen, maar ik ga gewoon nog een Clutch Nixon doen. Even lekker casual, let's go.
spring van een berg in een wingsuit om de grootste man die ooit geleefd heeft te eren. Oh man, dit is best wel vet. Maar eerlijk, dit is moeilijk besturen, man. Zie je? Opeens maakt hij zo'n rare duik namelijk. Super weird. Oh, man, dit lijkt op steep, jongen. They're skimming just shy of death. Heel erg vet gedaan, dit over dit beekje heen. Dit is trouwens het beekje van het laadscherm, hè, in Jacob's gebied. Oeh. Fucking hell, super nice gedaan. A beautiful finish. Arrestatieteam of niet? Huh, regio bevrijd? Heb ik dit gebied al overgenomen dan? Kan toch niet? Huh? Nee man, ik heb toch regio niet bevrijd? Hoe kan ik nou een regio bevrijd bonus krijgen? Wat is dit voor shizzle? Erg vreemd. Dit was in ieder geval een mooie Clutch Nixon. Hier is een optionele missie die ik aan ga zetten. En dit is de eerste story mission, die van Herc Drubman. En wat hebben we hierboven, joh? Een base jump. Oeh, spannend. Wel cool, afwisselend, geinig. Hij is overigens ook gewoon de enige story mission, hè? Hij is letterlijk de enige story mission daar. Hoe dan? Heck shit. Die pakken we op, jongens. En daar gaan we dan uiteindelijk heen. Ik snap al waarom het de enige story mission is. Want er moet natuurlijk een arrestatieteam in aantocht zijn. En die is ook in aantocht, tussen aanhalingstekens. Hey, kijk. Home of Cheeseburger. Gruwelijk. I knew today would suck. Hij weet nu al dat het een mooie video is. Dope. Oh, wow! Hij snipte me met zijn Bliss Sniper. Het is over. De allereerste encounter van Jacob. Ourselves adrift. But history knows the value of sacrifice, of culling the herd so that it stays strong. Over and over, the lives of the many have outweighed the lives of the few. This is how we survived, and we've forgotten. And now, the bill has come due. Now,
lives of the few outweigh the lives of the many. And when a nation that's never known hunger or desperation descends into madness, we'll be ready. We will call the herd. We will do what needs to be done. Yo, what the hell? Call the herd. Excellent. What is deze missie überhaupt? Only you. Man, wat is dit vet gedaan, zeg. Good. Call the herd. Oh, en als je wakker wordt... Ik weet al helemaal wat er aan de hand is. Je wordt wakker uit deze trip... en je beseft dat je gewoon al je eigen manschap hebt gekild. Al die onschuldigen. What the hell, joh? Super stijlvolle wapens ook opeens. Jacob is een oud militair, je merkt het aan alles. Ex-militair. Alleen dan nog een geflipte versie. In de vorm van hij zit in een secte. Yes, sir. Oh my god, I'm so sorry. Give me a hand, kid. Eli, is this? Yep. What the fuck is the deputy doing here? Jacob took a shine to him, same as us. You're gonna be okay, hero. Whitetail's got you now. We're bringing him back to the wolf's den? Where else? Tammy's not gonna like this. Don't worry about Tammy, she'll be fine. Aha, je zit bij de Whitetail nou en ik kan me herinneren dat ik een notitie heb gelezen ergens in de vorige aflevering waar iemand sprak over deze militie. Alleen die militie zag ik als Jacob secte, dus ik dacht dat hij naar de secte ging. Maar er is dus een militie die tegen de secte vecht, aha. Now it all makes sense en wat een interessante wending van deze Jacob story, man. Ik zei nog, weinig story in dit gebied en de story barst los. Met één simpele bliss dart mijn nek ingeschoten. Are you out of your fucking mind? Now hold on, Weedy and I agree. Well, you agree! Whoa, I was at best an impartial observer. This is stupid. And this is dangerous, you both know better. What was I supposed to do? Leave him to die. Tammy. They've been in that room for God knows how long. I've seen what it does to people. You haven't. You can't trust this one. That's what everyone said about you.
Luckily, I didn't listen. This is not up for discussion. We need him. That's all there is to it. Understand? You're right. She took that real well. Doubt. I didn't even do anything. Nog iemand met een tattoo. Even sweet fact tussendoor. I meant what I said. We need you. Let's get you some rest. Hey, dude. Sup, bro? Hey there, guy. Ik ben dus onderdeel van de Whitetail Militia. De wereld is zwak. Ik heb allemaal wapens terug. Ik ben in de Wolf's Den at the moment. Een plek waar iedereen gewoon, ja, zoals je ziet, rustig zijn leven leeft. Alleen jij. You're up. Eli needs a word with you. Love to talk, but Eli needs a word with you. Oké, Eli wants a word with ya. Ik ben dus opgenomen in deze militie die ook vecht tegen de secte. En ik snap waarom ze me zo hard nodig hebben, want waarschijnlijk weten ze van mijn reputatie af en weten ze dat ik en Fate en John heb omgelegd. Pittig nice. Ik zie hier echt een hele zieke militie. Met een gigantische opslag en bunker aan wapens en weet ik veel allemaal wat. Daar is hij, man. Been trying to track you down, deputy. Dutch speaks highly. Look, I'll get right to it. I know what you did down south. You got the father thinking twice now, and that's good for us. We're bleeding bodies up here. No two ways about it. I don't know if we'll be able to hold out more than a week at this rate. Times are desperate, to say the least. I'm trying to get some footholds back, so I sent a handful of whitetails out to sabotage the visitor center. The cult's been using it as a depot for that bliss shit. But our guys walked right into a fucking trap. They've been taken hostage and we're up against the clock. If I just send another group in there, we risk losing everything. But you, you're something that cult ain't expecting. You're the only one I got around here who can handle this, Step. Only one I trust to handle this. I'm counting on you. You'll need to go in quiet. Cult gets wind you're around, they're liable to kill our people. There's a bow on the table if you need it. Get our people back, Depp. Good luck. Nothing like night in the country. Hey, Whitetails! You never have enough ammonia. Kijk wat er allemaal in beeld verschijnt. Overduidelijk hoe dit allemaal zit nu. Dit is wel meteen het punt waarop ik mijn aflevering ga eindigen en ga hopen dat jullie hebben genoten van dit plot. We zitten dus nu bij de Whitetail Militia, vechten tegen de secte. Ze zijn enorm blij met het feit wat ik al heb gedaan in het zuiden. En dit is eigenlijk een bunker zoals Dutch die ook heeft. Het verzet wordt groter, sterker, allemaal dankzij ons. En zo heeft eigenlijk een hogere rank in het verzet mij nu gered. En gaan wij weer verder met de jacht op zowel Jacob als de vader. Nou, dat zal wel. Loopt echt zat, jongens. Er loopt echt zat. Wat in één keer verder gaat. Daar nog een story mission, daar. Ik ga hem precies op dit punt eindigen. En dan hoop ik dat jullie hebben genoten van aflevering 31 van Far Cry 5 op mijn channel. En in aflevering 32 gaan we snel verder met de story in dit meest noordelijk gelegen gebied. Het gebied van Jacob. Met de jacht op Jacob en daarna op de vader. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende, guys. Peace.